dat kabbelen van het water. De geuren. Als hij voorbij is, dan ruiken we waarschijnlijk wel iets van uitlaatgassen, gasolie. Die herinneringen aan vroeger, dat ik ontzettend veel in de havens heb rondgezwalkt samen met mijn broer. En dan met de bentjes over de kadermuur, en dan bungelen en dan gewoon met die sfeer aan je voorbij laten gaan, gewoon die op laten nemen. En dat zijn de dingen die me zeer inspireren en dat lijkt alleen maar toe te nemen. Ik wil het gewoon weergeven. Dat is het. Dat is mijn drijfveer. Meeuwen, stookolie en scheepstoeters. Kunstschilder Nico Peters is dol op alles wat met havens en scheepvaart te maken heeft. Dat legt hij vast met penseel en olieverf. Vroeger fotografeerde hij, maar dat gaf hem niet genoeg voldoening. Meestal valt het tegen als je een print maakt van een foto, dan ontbreekt die sfeer. En dat kan je dus in schilderijen wel kwijt. Je kan echt, ik heb later pas leren begrijpen waarom hij sprak over je ziel leggen in een kunstwerk. Je werkt er inderdaad met je hart aan. Dus die sfeer die je dan proeft, die kan je uitwerken in de schilderij. Bijvoorbeeld met het schuim. Ik heb dan dit weliswaar niet zelf gezien, maar vaak genoeg gezien bij snelvarende schepen. En voldoende meegevaren met sleepboten om gewoon te voelen. Die spettetjes met je oren, bij wijze van spreken. Dus dat geef je daarin weer. Als je staat te schilderen, dan komt die hele sfeer weer terug. Dan denk je onwillekeurig aan die sfeer en dan vind je het heerlijk, dan geniet je er gewoon van. Dan hoor je de geluiden weer, je ruikt natuurlijk weer de gasolie en alles. Vroeger wilde ik zeeman worden, maar daar ben ik toch wel achter gekomen dat dat echt niet bij mij past. En later, toen kon ik een keer meevaren, wij voeren onder de dijk. Ze heeft Vlaanderen door en ik wist in één keer, ja, mevrouw, die zit precies aan de andere kant van de dijk. En ik voelde me zo eenzaam. Ik dacht van, nee, dit is het dus niet. Geen zeemansbestaan voor Nico dus. Hij werd technisch tekenaar bij een rederij. Pas toen de oude schilderskist van zijn opa boven water kwam, begon het kunstenaarsbloed te kriebelen. Dat heb ik geërfd. En toen dacht ik op een gegeven moment, daar moet ik ook wel wat mee gaan doen. Ik heb geen opleiding, ik ben autodidact. Maar dat ik deze vlucht zou nemen, dat had ik ook nooit verwacht. Dit is een geweldige erfenis. Dat het me dus blijkbaar heeft geïnspireerd om van de schilderen mijn beroep te maken. En nou vind ik mijn brood mee, ja. Mijn opdrachtgevers die bevinden zich in de maritieme wereld. Ja, die hebben voldoende middelen en ja, op de eerste plaats natuurlijk interesse om schilderijen in hun kantoren op te hangen. Of soms als relatiegeschenk aan te bieden. Achteraf gezien ben ik blij dat ik geen zeeman ben geworden. Want nu kan ik echt alles doen. Al de sferen die ik ooit heb meegemaakt en waar ik van geniet, kan ik nu helemaal uitwerken. Ik heb helemaal niet kwijt. En als ik op zee had gezeten, dan had ik wel lange tijd niet thuis geweest. En dat zou ik ontzettend hebben gemist.